en wat kan Rode JC? En dat zal ook voor alles dat rondom Rode JC zich ophoudt. Wat kan Roda dan tegen de koploper uit de keukenkampioen-divisie? Met nog steeds Thomas van der Belt. Hij dus in de belangstelling van Feyenoord. En dat is niet raar, want hij is echt een revelatie dit seizoen. Hij heeft er 9 gemaakt. Hij is niet de spits. Hij is de man die vanuit het middenveld komt. Rode JC met eigenlijk een beetje de gekende naam, hoewel we missen Sieben en we missen Daneels. Dat is net een hamstringblessure. En dat levert een eerste basisplaats op voor Sammy Waiza en Dylan Vente. De spits, de man met 14 goals. Ja, dus de man van 9 goals. Dat is Lennart Tien. Dat is de spits. Die 3 centrale. Dan een middenrif met 4. Dan daar 2 achter de spits. 2 achter Tien. Taha Thomas. Ja, Thomas was deze week even ziek. Dus het was maar de vraag of hij deze wedstrijd zou gaan halen. Dan heeft hij dus voor elkaar gekregen. Tetsen de Pavert, Jesse Schuurman en links Bram van Polen. Weghaalsvuur. Zorg voor een flinke rookontwikkeling, maar ook voor een behoorlijke stemming. En het zoeken naar de openingen. Maturino. Die is aardig en daar is de kans in deze wedstrijd. Die is voor Lennart Tien. Ja, Pek Zwolle deelt hier in Kerkrade de lakens uit. Balletje terug en dit is waar Van der Belt normaal gesproken heel sterk in is. De bal mist. Roda probeert er uit te komen. Dit is een aardige bal. Als hij in één keer had kunnen opendraaien, dan was het helemaal gevaarlijk geweest. Van der Berg, dit is dan het schot van Lennart Tien. Kans nu een geen buitenspel dit keer voor Limbombe. Dan draait Thomas en dan is hij hem kwijt. En dan is de keeper enigszins uit positie. Dan vuurt Limbombe de bal in het zijnet. Chirino. Goed door. Taha. Weer 4-5 man van Peck. Dus denk ik 5-6 man van Peck in de 16. Dat is waar ze gevaarlijk mee zijn. Dat is wel buitenspel. Van den Berg. Thomas. Van den Belt. Hard ingespeeld. Chirino. En dan daar is het Lennart Tien die voor de openingstreffer zorgt. En Tien in de dubbele cijfers daarmee. Het is zijn 10e van het seizoen. Dus daar Tien allereerst hard wordt ingespeeld. Die gaat dan neer, maar loopt dan vervolgens vrij snel door. Dat is het voordeel van dit spel wat Pek Zwolle speelt. Als de mensen aan de buitenkant in balbezit komen, zoals hier. Chirino, je kan die bal bijna blind de 16 in pompen, want er zijn altijd spelers van Pek. 4 wedstrijden op rij nu gescoord. Van Hintem wordt doorgespeeld van den Berg. Met Bijleveld. En gaat door Reuseler. Het lijkt dan te hard, maar Van Hintem weet toch die bal nog binnen te krijgen. En dan is het weer. Een volgende treffer, een volgende speler die in de dubbele cijfers komt, Van der Belt. Ook voor hem geldt, dit is zijn 10e. Zo in 5 minuten tijd 2 keer een goal. Kijk hoeveel mensen Pek ook daar in de 16e. Een
die als eerste nog mist. Vindt Van der Belt het doel wel. Reusler, het zou het kunnen opleveren. Want nu worden wel de ploeggenoten gevonden. Behalve dan bij deze bal van Hartjes richting Vent. Als je nu 40 minuten naar deze wedstrijd kijkt, dan is het eigenlijk een groot wonder dat Vent op 14 goals staat. Want hoeveel speelbare ballen krijgt hij nou zo? Dit natuurlijk niet elke keer het geval zijn. De wedstrijden van Roda zeker niet. Ze krijgen in ieder geval niet in stelling gebracht. Dit is Lachsier. En daar is de volgende vanuit de draai. Nee! Keeper nog met de redding. En bij Roda JC kijken ze naar de assistent aan de zijkant. Van, waarom blijf jij vlag omlaag? We waren toch heilig van overtuigd dat het buitenspel was. We hebben het niet gevlacht. Dus is het een prima redding van Moritz Nicolas. En dat gelijk is aan de zijde van de grensrechter. Van der Belt. Prima ingooi van Hintem, dat hij dat kan, dat wisten we. Schot van Ryan Thomas. Gaat een meter of wat naast. Lachsier. Misschien nog een slotpunt van PEC Zwolle in deze eerste helft. Nou ja, is in ieder geval het schot. Wordt gelost door Davy van den Berg. Dat had hij misschien beter in dit geval wel kunnen doen, hoewel hij heel veel balverlies leidt met die lange trappen. Maar deze bal kort. Daar had Davy van den Berg echt meer mee moeten doen. Ingeleverd, dat lijkt dan een simpele bal. Lachsier, ja, ik weet niet wat daar hier de bedoeling van was. Voor het doorkoppen van der Heijden. Dan gaat hij zelf positie kiezen in de spits. Van der Heijden. Dan met het schot. Dat is niet eens zo heel erg verkeerd. De betere aanvallende momenten van Roda JC in deze wedstrijd. Nu aangeboden door Arjan van der Heijden. Taha, zo goed gedaan. En dan is het Reusler die nog redding weet te brengen. Van den Berg terug, Van Hintem geen buitenspel. Van Hintem, Van den Berg. Lachsier. Thomas was net even te afwachtend. Dat is hij hier niet. Kersten. Van der Belt terugleggen. We zijn de kans voor Belen. Postema. En Limbombe daar naartoe. Daarachter duikt Dylan Venter nog op. Venter, goede bal. Er is bijna Nick van zijn Belt nog te vinden. Vente. Komt hij erin bij dan Belen? Komt hij binnen door? Vente. Ja, dat zijn wel de momenten. Een paar keer. Dat is wel wat gevaarlijker worden. Van der Heijden, Vossenbelt, nu Vente. Nu spelen, ja, tuurlijk. Met Hartjes. Postema. Vossen belt. Rijdt, ook hij komt er eens mee op. En zo krijgt Roda JC eigenlijk een beetje druk op PEC Zwolle. Dat makkelijk worden verdedigd. Dit is een rare schot, zeg. Over het doel gaat, over de kruising. Er is eigenlijk wat gevaar bij de veld met de inzet. Mooi getrapt. Vente.
Postema. Vinter. Hartjes in het midden, hartjes in het midden. En die moet hem maken, maak hem ook. 73ste minuut. En dat is 1-2. Lennart Hartjes. Pie. Vinter. Postema meteen diep. Dat is hetgeen hij het best doet. Nee, bombe. Eén keer die bal de 16 in zien te krijgen. Dat is bij deze gelukt. En hoe dan verder? Bal richting Vente. Postema. Hij rijdt. Met rechts schieten. Boy rijdt binnenkantje. Dit was toch de kans om 2-2 van te maken. Komt er nog een kans om de 2-2 van te maken. Wat een geweldige redding van Schendelaar. Met er nog een keer een overlangs. Dat waren drie voor de prijs van 1. Boyd rijdt binnenkantje paal. Daar heeft Pexvolle alle geluk van de wereld. Dan is dit de volgende kans met een geweldige redding van Schendelaar. Dan gaat de volgende bal voorlangs het doel. Binnenkantje paal. De redding van Schendelaar, die natuurlijk fantastisch is. Goed gekiept. Dan is het dus einde wedstrijd. En 60 minuten lang niks aan de hand. De laatste half uur van Rode JC sterker. En een paar keer dus redelijk dichtbij. Die treffer wat heet op het einde. Er zat er niet heel veel tussen.